Vandaag zijn we met Wegana bij de Vlooienmarkt in de Wetering in Loon op Zand. En ze hebben hier een hele hoop leuke rommel, dus we gaan snel kijken. Nou, jullie zijn gezellig met het hele gezin hier lekker aan het kopen. Ja, en je zegt, ik heb al heel wat gekocht. Wat allemaal? Ja, we hebben van alles gekocht. Wat spulletjes voor op vakantie, zoals voor in bad. Dit hebben we dan voor een leuk prijsje van 2 euro gekocht. Zo hebben we nog meer dingetjes gekocht, hoor. Even kijken. Ja, leuke poppen. Dus echt houten poppen. Echt heel leuk. Dus, en waar ga je ze neerzetten? Ja, ik wil ze thuis eigenlijk meer voor de sier neer gaan zetten. En dan, het heeft wel iets. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Ja. En jullie hebben ook van alles, zie ik. Ja. En ook de cape heb je ook gekocht nu? Ja. Ja, en ik heb dit gekocht. Dat is ook prachtig. Zit er ook nog iets in? Oh, je gaat er nog iets in stoppen. Ja, leuk. En jij hebt smink. Laat ook maar even zien, de smink en de cameraman. En wanneer ga je sminken dan? Meteen als je thuis komt. Nou, die gaan we voor Halloween gebruiken. Oh, voor Halloween. Oh, ja, dat komt er ook al aan, hè? Nou, Lia, die zitten weer achter de kraam. Gezellig, hè? Alleen dat weer, dat wil niet meewerken. Nee, merkt u het dat er dan minder mensen komen? Ja, echt wel, echt wel. Het is echt, de mensen willen, als het warm is, komen ze niet, want dan willen ze naar het strand. Ja. En als het slecht weer is, dan gaan ze niet, zijn ze bang dat ze nat worden. Ja, dus ja, maat, we moeten niet klagen. Nee. We zijn gezond, wat wil je nog meer? En een hele hoop leuke spullen. Ja, nou ja, dat is maar net wat gezoekt, hè. Het is maar net... Waar je kunt gebruiken of niet kunt gebruiken. Wat is het leukste wat u hier te koop heeft? Wat is het leuk? Ik heb kerstballen heb ik daar staan. En lampjes. En ja, noem maar op. Van alles kleding. Broeken heb ik hangen. Jassen. Ja, grote maten, kleine maten. Stop ze in het wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes. Doe je in je wasmachine. Oh, sorry. Maar gaat het wel goed, de verkoop verder? Nee, mij eigenlijk niet zo. Maar dat maakt niet uit. We zijn er mee weg. Volgende week zondag gaan we weer. Sta je met meneer Korbrok, een grote fan van Vlooienmarkten. Ja. En vandaag zijn we in de Wetering. En wat denkt u dat u hier kan vinden? Nou, dat ligt er net aan waar je tegenaan loopt, hè. Kijk, zo ik kan er niks vinden en zo misschien een paar dingen. Ja, en wat heeft u bijvoorbeeld de vorige keer al gevonden op zo'n rommelmarkt? Dat was de kerstpop. Oeh, dat is wel heel leuk. Ja. Dus die hoeven we niet meer te vinden vandaag.
Alblieft. Die hoeven we vandaag niet meer te vinden. Nee, maar misschien dat er wel iets zo van zit, denk ik, of niet? Ja, dus, misschien hebben we er onder gehad, dus... Maar ik ga u niet ophouden, want anders zijn alle mooie dingen weg. Dus heel veel plezier hier. Ja. Ja, dat kan ik toch een keer zeggen. Ik zeg op televisie. Ja, terwijl ik zal wel even heel goed in die camera kijken. Ja, ja, want ik zit daar... Ja. Dus, ik zou zeggen, tot deze. Succes ermee. Ja, ik ga eigenlijk echt elke markt af, van hier tot en met Groningen. Eigenlijk echt op zoek altijd naar parfumflesjes. Parfumflesjes jaren 20. Dan ben ik wel benieuwd, hoeveel heb je er dan thuis staan? Bij me thuis zelf niet, maar met wie ik daar samen doe, dan 10.000, 15.000. Nee, echt zoveel? Ja. We zijn echt voornamelijk echt op zoek naar René Lalique. René Lalique is echt een heel mooi verzameling, parfum, glaswerk van, echt kunstglazen, zeg maar, zijn het. Goed, er hangt altijd wel een prijskaartje aan. Als je ze hier vindt en de mensen hebben er geen verstand van, ja, dan heb je er geluk mee en anders heb je pech. En verkoop je ze ook weer of is het echt een verzameling? Nee, de René Lalique, dat is echt puur verzameling. En andere parfumflesjes wat we eventueel vinden wat echt iets is, dan ga je het eigenlijk meer opvangen met andere dingen. Dus die verkoop je wel weer, maar je blijft altijd doorgaan. Je gaat naar de rommelmarkt en je neemt mee een draak. Die heb ik hier op de kop getikt in de Wetering. Het was natuurlijk de laatste rommelmarkt in de Wetering zelf. Dus de volgende keer zien we jullie op een andere locatie. Ik hoop jullie weer te zien. Tot dan. Doei. Ik weet niet meer wat ik moet vragen. Echt niet? Nee. Nou, de chef heeft wel gebeld vanmorgen. Ik heb trouwens een paar weken geleden heb ik 2 krukken gehad. Ja, ik ben 77 geworden. Oh. Zijn er 2 krukken? Nee. Een krukken om te lopen of een krukken om te zitten? 77, schrijf je er als 2 krukken. Oh, zo krukken. Jongen, nou is wakker. Het is 1 uur en nog niet wakker. Die krukken. Maar daar kunnen we goed mee lopen, hoor. Langs